Gisteren was de eerste zittingsdag van de rechtszaak van Arif. In deze rechtszaak probeert ze haar naam te zuiveren van de drek die Vera Bergkamp en wie weet welke D66'ers nog meer over haar hebben uitgestort. Het onderzoek was onrechtmatig, zo bleek gisteren. Arif zal voorzitter worden van de parlementaire enquêtecommissie Corona. En als één partij niet wil dat de waarheid boven tafel komt, dan is het D66 wel. Uit anonieme brieven bleek ook dat het de laffe, anonieme klagers te doen was om het kapotmaken van de politieke carrière van Arif. Ze liet weten het vreselijk te vinden dat haar politieke carrière zo moet eindigen. Dit terwijl menig Kamerlid en veel ex-Kamerleden gek op haar zijn. Het was puur vies modder gooien. Het was een politieke afrekening. Wat is de rol van K geweest als voormalig partijleider? En wat is de rol van Vera Bergkamp geweest? Wordt de naam van Arif gezuiverd en gaat dit consequenties hebben voor Vera Bergkamp en Kaag? Wat denken jullie? Laat het me weten en like en deel deze video.